Inloopdagen moet de bouw- en technieksector promoten. Ashley werd door jeugdzorg op straat gezet. En steeds minder scholen geven geschiedenisles in klassieke vorm. Nog altijd zijn er veel banen beschikbaar in de bouw- en de technieksector. Om potentiële werknemers op een laagdrempelige manier te laten ontdekken wat deze sectoren te bieden heeft, houden onder meer het UWV, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Sterk Techniek Onderwijs elke maand een open inloopdag. De eerste feestelijke open inloopmiddag werd dinsdag gehouden in de Hubertushal. Ik ben blij dat jullie hier allemaal zijn. Bij deze, het is geopend. Ik vind het heel erg feestelijk, met name vanwege het feit dat hier bedrijf en onderwijs, dat ze, en dan is natuurlijk een heel klein stukje overheid, maar dat we in ieder geval gezamenlijk optrekken om de techniek gewoon weer sexy te maken. Mijn schatting is dat er toch nog wel een 2.500 facturen openstaan in de regio. De meeste mensen die denken het is nog het oudbolle gebouw of de techniek, maar het zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. En dus vanuit daar hebben wij dit opgezet om mensen enthousiast te maken. Met standjes stonden een aantal bedrijven uit de techniek en de bouwsector in de Hubertushal om potentiële nieuwe medewerkers te informeren en binnen te halen. We zijn op zoek naar technisch personeel. Dus dit is voor ons kijken of er nog kandidaten zijn. En dat zowel kunnen dat leerlingen zijn als ervaren mensen. Is het lastig om deze vacatures in de bouw- en technieksector te vullen, gezien Nijmegen een universiteitsstad is en ook veel hbo-opleidingen heeft? Inderdaad is dat wat moeilijker te vervullen. Maar hbo-opleidingen, dat kunnen ook betekenen dat er ingenieurs vanaf komen. Echter, de tijd is wel aan het veranderen. Want vroeger gingen we naar het hbo vanwege de salarissen. Tegenwoordig, een goed techniekvak heeft dezelfde salaris als een hbo'er. Wat kan het dan ongeveer opleveren, schat u? Goed in de techniek werken is toch wel rond de 2.800-2.900 euro in de maand. Dat is echt serieus geld. Kun je echt je gezin goed van rond laten komen. Ben je al mensen tegengekomen waarvan je dacht, nou, dat kan wel een toekomstige collega worden? Ja, heb ik al gesproken. Ook deze man is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar of hij nou helemaal op de juiste plek was? Ik ben zoekend naar iets in het beheer van vastgoed. En helaas kom ik dat toch niet tegen. Dit zijn meer volgens mij de uitvoerende bedrijven. En die hebben weliswaar wat tips, maar ik mis eigenlijk dat stukje. Over een maand nieuwe kansen voor deze meneer. Misschien dat er dan wel een passend bedrijf met een steentje in de Hubertushal staat. Het zal je maar gebeuren als jongvolwassene in de jeugdzorg. Je bent net 18 jaar geworden en op een dag, als je bij de instelling waar je woont aankomt, staan al je spullen op de stoep. Het overkwam Ashley. Ze belde nog aan, maar niemand deed open. Ze was op straat gezet omdat ze te oud was geworden voor jeugdzorg. Zo begon Ashley aan een bestaan als dakloze dat 9 maanden duurde. Ik ben vanuit een instelling dakloos geraakt, want ik werd 18. En nadat ik 18 ben geworden, werd er gezegd, je bent volwassen volgens de wet en hier houdt het op. Het is 9 maanden pure ellende geweest en dusdanig moeten overleven. En daar gaat uiteindelijk echt een leven van afhangen. Ik heb uiteindelijk een uitspraak moeten doen dat ik het leven niet meer zag zitten. En toen is heel snel is er een balletje gaan rollen, is de zorg gekomen. En nadat die zorg er was, ben ik eruit gekomen. En dat heeft best wel lang geduurd. Dat is een traject van bijna 8 jaar geweest. En als je die basisdingen moet je gewoon hebben. En dat heb ik pas kunnen leren toen ik 21, 22 was. Voor een basis zoals een netwerk, een zorg, iemand die je zorg regelt. Dat je een huis boven je hoofd hebt. Dat zijn echt een aantal van de basisdingen die je echt nodig hebt. Anders kom je er niet. Want je hebt natuurlijk al het verleden wat je met jeugdzorg mogelijk hebt. Dus er zit al gewoon heel veel. En dan moet je ook nog ontdekken wie je zelf bent. En dan moet je ook nog volwassen worden. Ja, en dat moet allemaal in een tijdsbestek van 3-4 jaar of zo. En dan zonder echte hulp eigenlijk? Ja, zonder echte hulp. Je staat alleen voor. Ondanks dat de jeugd van tegenwoordig steeds minder kennis lijkt te hebben van onze geschiedenis, wordt het vak op scholen steeds minder vaak in de klassieke vorm gegeven. Docenten van de opleiding tot leraar geschiedenis vinden het juist een goede zaak dat dit vak tegenwoordig gecombineerd wordt met burgerschap en maatschappijleer.
De klassieke vorm met rijtjes, gebeurtenissen en jaartallen is volgens hen vrij achterhaald. De laatste weken werd de positie van het vak geschiedenis binnen het voortgezet onderwijs veel besproken. Een aantal docenten zijn van mening dat het vak langzaam naar de achtergrond verdwijnt, omdat geschiedenis bijvoorbeeld gedeeltelijk wordt behandeld bij vakken als burgerschap of maatschappijleer. Docent van de HBO-opleiding Leraar Geschiedenis vindt de samenhang van vakken juist positief. Connectie met de andere vakken eigenlijk noodzakelijk is om geschiedenis te behouden. En ik vind het ook te makkelijk om te zeggen als een historicus, om te zeggen, ja, geschiedenis is het belangrijkste vak, dat moet gebeuren. De geografen zullen hetzelfde zeggen, de mensen van maatschappijleer of de sociale wetenschappen, die hebben ook een net zo'n belangrijk punt. En ik denk dat juist de mix van die dingen, die laat aan leerlingen zien hoe onze wereld in elkaar zit. Meer dan 60% van de Nederlandse scholieren zit in het VMBO. Een klein aantal daarvan heeft het vak geschiedenis als eindexamenvak. Daar is veel kritiek op, omdat de zorgen bestaan dat de jeugd van tegenwoordig te weinig op de hoogte is van onze geschiedenis. Voor de studenten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen betekent het dat ze moeten leren om hun lesstof zo goed mogelijk af te stemmen op de scholieren. De uitspraak de jeugd van tegenwoordig is al uit de oude Griekse tijd. Dus er is altijd een oudere generatie die kritiek heeft op de nieuwe generatie dat ze te weinig weten. Dus ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat men tegenwoordig niks meer weet. Als je weet dat iedereen in de bovenbouw nog een keer geschiedenis krijgt, of nog een aantal jaar geschiedenis krijgt, dan ga je de onderbouw ook anders inrichten. Als je weet in HAVO-VWO dat de helft al die tijdvakken nog een keer gaan krijgen, dan leg je een grove kapstok aan en dan weet je dat daarna nog meer details volgen. En ook qua historisch redeneren probeer je een aanzet te geven en je weet dat er nog een vervolg komt. Bij het VMBO weten we nu dat er geen vervolg komt. Dus elke les die je geeft in twee VMBO na twee VMBO, houdt het op. Krijgen ze wellicht nooit meer geschiedenis of mensenmaatschappij. Dus dan heb je een hele andere inhoud. Op het Montessori College in Nijmegen geven ze op het VMBO het vak talent en oriëntatie. Als ze binnenkomen in klas 1, dan krijgen ze 3 uur in de week talent en oriëntatie. En dat is een combinatie tussen geschiedenis, aardrijkskunde en economie. En sinds 10 jaar is het dus een gecombineerd vak. Vind ik zelf beter, omdat je moet leerlingen laten zien dat alles met elkaar te maken heeft. En veel aardrijkskundige of economische onderwerpen, die hebben ook met geschiedenis te maken. Noem maar wat, de beurskrak van 1929 heeft historisch heel veel teweeg gebracht. Dus economie, gecombineerd met geschiedenis. Dus om te laten zien dat alles in de wereld om hen heen met elkaar te maken heeft, vind ik het beter dat het in het VMBO op deze manier wordt aangeboden. We gaan nog zien welke positie het vak geschiedenis in het onderwijs krijgt. Begin 2023 wordt bepaald of het proces van het herziene onderwijscurriculum op koers ligt. Dan worden de kerndoelen voor de onderbouw van andere leergebieden bijgesteld. Nijmeegse stadsdichters permanent in de binnenstad te vinden. Buschauffeurs kondigen staking van een week aan. En verkeerssituatie rondom Westeraam in Elst wordt verbeterd. Kijk mee naar de week van dag tot dag. In de binnenstad is er een straat waar je normaal amper mensen tegenkomt. Tot gisteren. Want sinds zondag hangen er 9 gedichten van alle stadsdichters die Nijmegen sinds 2005 heeft gehaald. Wethouder Vergunst en de huidige stadsdichter Heidi Koren hebben de Poëzieplaats geopend. De Poëzieplaats is één van de projecten uit het actieplan Binnenstad van Hartje Nijmegen. In het plan staan acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen en te ondernemen. Vanaf aanstaande maandag is er een 5-daagse staking onder de chauffeurs van het busvervoer. De werkgevers hebben negatief gereageerd op het ultimatum van de vakbond dat maandagmiddag om 12 uur afliep. Volgens Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer, resten chauffeurs nu niets anders dan te staken. De FNV eist een loon gelijk aan de inflatie en meerdere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Dit om de steeds krappere rijtijden tegen te gaan. Daarnaast moet er gekeken worden naar meer regelmaat in de roosters, zodat er een betere verdeling komt van werk- en rustdagen. De snelweg A15 is woensdag de hele ochtend dicht geweest door een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Het ongeluk vond rond 5:30 plaats ter hoogte van knooppunt Valburg. Een automobilist botste achterop een vrachtwagen en daarbij vloog de auto in brand. De bestuurder, een 32-jarige man uit Huissen, werd zwaar gewond naar het Radboud UMC in Nijmegen vervoerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Vooralsnog lijken jongeren in Nijmegen en omgeving niet te dupe te worden van de financiële problemen bij Plurijn. Doordat gemeenten in de regio hogere tarieven gaan betalen aan de zorginstelling,
komt de hulp aan tientallen cliënten met complexe problemen niet in gevaar. Dat geldt ook voor de jeugd uit Nijmegen, Beuningen, Wijchen, Druten, Bergendal, Heumen en Mook en Middelaar. In totaal 54 jongeren uit deze regio krijgen specialistische hulp van Plurijn. Die zorg staat ondanks de financiële problemen bij de instelling niet op de tocht. Zo heeft wethouder Grete Visser van Nijmegen woensdag laten weten. Het college van BMW in Overbetuwe heeft deze week besloten om extra verkeersmaatregelen te nemen op de route vanuit Het Westeraam naar de tijdelijke schoollocatie aan de Mozartstraat. Deze maatregelen zijn onder andere extra markeringen, borden en drempels om zo de verkeerssituatie voor de fietsers nog veiliger te maken. Hierover is de afgelopen tijd volop gesproken met alle betrokken partijen, zoals de scholen, het wijkplatform en de Fietsersbond. Het koloniale en slavernijverleden van Nijmegen. Zo heet het manifest dat burgemeester Bruls en wethouder Dame woensdagmiddag hebben ontvangen. Vertegenwoordigers van de Indische en de Caribische Surinaamse gemeenschap hopen dat er meer bewustwording komt over de impact en de gevolgen van de koloniale verleden dat zich ook in Nijmegen heeft afgespeeld. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Nijmegen. Deze resultaten zijn nu gebundeld in een manifest. Zou je één voorbeeld kunnen geven wat er in het manifest staat? Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje lastig om maar één voorbeeld te noemen. Want we hebben hier dus een heel boekje gemaakt met allemaal verschillende voorbeelden. Maar wat eigenlijk wel een evident voorbeeld is, is bijvoorbeeld in het verleden van Nijmeegse mensen die eigenaar of aandeelhouder waren van plantages. En zo dus veel geld verdienden uit... Ja, uitbuiting van mensen in koloniën. De gemeente is zelf geen kolonisator geweest. Dat is echt een verschil met een stad als Amsterdam of Middelburg. Die hebben actief geparticipeerd. Daar ook heel veel geld over de ruggen van heel veel mannen en vrouwen. Met alle misstanden mee verdiend. Dat is in Nijmegen anders. Dat zijn heel veel individuele personen of een familiebedrijf of zo die daar nog wortels hadden in de oude koloniale tijd. En je ziet natuurlijk ook nog, als je goed oplet, wat terug. Je ziet villa's en hees, de oude Limos-kazerne. Aan de andere kant, er is ook nog best wel wat te onderzoeken. Want een heleboel van het menselijk leed, wat de kolonisatie heeft meegebracht door met slavernij aan toe. Ja, daar weten we op individuele basis wel wat van verhalen. Maar niet hoe dat in de volle breedte natuurlijk tegenwoordig in de stad nog leeft. Dat gaat de komende tijd onderzocht worden. Het eerste wat we willen gaan doen is met een heleboel mensen van verschillende groepen die zich erbij betrokken voelen, die voorouders hebben uit de koloniale tijd, het gesprek aan te gaan om op die manier een verdieping te doen. En ik sluit niet uit dat er dan vervolgens ook een specifieke rol of opdracht vanuit het gemeentebestuur gaat komen. Ik denk zeker dat als we met elkaar in gesprek gaan en blijven, dat we van daaruit ook stappen kunnen doen in de zin van het erkennen, herkennen, verkennen en samen Nijmegen een nog mooier stad maken dan dat hij al is. Dinsdagochtend werd op verschillende basisscholen het project Score een boek afgetrapt. Het project dat Bibliotheek Gelderland-Zuid samen met NIC in onze regio uitvoert, heeft als doel om kinderen enthousiast te maken over lezen. Verschillende spelers van NIC gingen dinsdagochtend naar basisscholen in de regio om daarvoor te lezen. Zo ook Ibrahim Sissoko, die terugkeerde naar zijn oude basisschool Het Kleurrijk in het Nijmeegse Willemskwartier, om het project letterlijk af te trappen. Dat was echt leuk. Ja, ik ben blij om terug te zijn. Oude bekenden te zien. Het geeft een glimlach op mijn gezicht. Wat houdt het project eigenlijk in? Wij met Score een Boek gaan we de klassen in. En we zien dus dat leesplezier afneemt. En we proberen heel erg via het voetbal, waar kinderen, jongens en meisjes gewoon hartstikke enthousiast van worden. Dat proberen we te koppelen aan lezen. En op die manier proberen we de kinderen weer lekker leeskilometers te maken. En dat ze ook tot de ontdekking komen dat er voor iedereen een boek is. En heel veel kinderen hebben hun eigen boek nog niet of hun eigen boekensmaak nog niet kunnen ontwikkelen. En daar proberen we dit voor in te zetten. Ibrahim Sissoko is voor veel leerlingen van zijn oude basisschool een rolmodel. En dat neemt hij ook zeker serieus. Ja, wel. Ik ga ook soms naar buiten gewoon hier. En dan zie ik een paar van die kinderen ook.
stellen ze me ook sommige vragen. Dus ja, ik ben me daar wel van bewust. Het project Score een Boek loopt al een aantal jaar en de bibliotheek ziet dat het werkt bij de jeugd. Met het project Score een Boek zijn we natuurlijk ook een druppel op een hete plaat. Maar we proberen wel effect te sorteren. In ieder geval aan de inschrijvingen zien we dat er bijvoorbeeld al 200 kinderen meer dan vorig jaar zijn ingeschreven. Natuurlijk vroegen kinderen zich ook af welke boeken Sissoko nou zelf graag leest. Ja, ik lees voetbalboeken. Ik ben nu bezig met het boek van Memphis Depay. Dus dat vind ik heel interessant. Zorgen dat kinderen beter kunnen lezen is heel belangrijk. Ook voor de verdere schoolcarrière. En heel belangrijk is dan ook om nog te zeggen dat lezen een voorwaarde voor onderwijs is. Dus als je niet goed kan lezen, dan gaat het op andere vakken ook mis. Dus dat zie je dan ook in onderzoeken wel. Dat kinderen die minder goed kunnen lezen ook minder ver in het onderwijs komen. Tijden zijn wel veranderd sinds kleine Sissoko op de basisschool zat. Maar lezen was altijd belangrijk voor hem. Vroeger was het niet echt zo met die telefoon, PlayStation, dit, dat. Dus ja, lezen, ik vond lezen wel leuk altijd. Het maakte me wel rustig, kalmeerde mij. Dus lezen betekende veel voor mij eigenlijk. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Terugkijken kan altijd via ons YouTube-kanaal RN7 Online. En het laatste nieuws vind je 24 uur per dag op onze website rn7.nl. Maandag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.